Goedemorgen, het is dinsdag. Wij zijn wakker bij Duinruil. Oh, het is zo idyllisch hier. Go. Mijn poortje? Ja, poortje. En als die wil, als die wanneer je doorgaat, ja? dan moet je zo kijken. Oké, doe ik. Ja. En... Het is zo mooi hier, jongens. Echt. Hoe die zon hier opkomt. Prachtig. Genieten. Ze zijn naar de winkel geweest voor croissantjes, vers broodjes, kaas. Jongens, genieten. We lopen zo het park in. En we gaan het reuzenrad in. Dit is Mira haar favoriet, toch, Moppie? Ja. Of een van de. Of is dit echt je favoriet? Dit is echt. Kijk, we gaan de lucht in. Mama, ja, schat. Begin wat er niet mee, omdat ze hoogspannend zijn. Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Met een prullenbak. Ja, kikkerprullenbak, hè? Kikkerprullenbak. Dat is hier gewoon altijd. Ja, klopt. Dit is dus een gigantische speeltuin. En pas sinds ik een kind heb, en dus nu vrienden met twee kinderen mee, besef ik hoe chill dit is. Kinderen in de speeltuin. Nou ja, de papa's zijn mee aan het spelen nu. En dan lekker hier chillen. Het is echt wel heel erg gebouwd om ook als ouder even tot rust te komen. Ze gaan in de autootje. Het is zo cute. Dan lopen ze hand in hand, Jax en Mila. Oh. Dus dit is toch het schattigste ooit allemaal. Oh. Mijn hart kan dit niet aan. Tipje, die slushies. Je haalt dat één keer en dan kun je het voor €1 bijvullen. Mama, kan jij je koek erin zetten? En die zijn suikervrij. Kom maar schat, ga maar zitten. Iconic. Het fruit, de appels, yes. Dit is Duinruil. Oh, jullie hebben watermeloen ook. Hi. Choco, aardbeien met Smarties. Hij heeft roze met kokos en Mila heeft de classic rood. Oh. Pas op, want hij plast, hè? Hier zit heel rustig. Leekweg show. Er zit helemaal niemand. Het is ook gewoon privé party. Hier bijna half. Leekweg show, ja in de Leekweg show is meedoen een prestatie. Dit is het einde van de Leekweg show, van de Leekweg show. Classic. Lekker in het water, poedelen, poedelen, poedelen. Lekker in het water, ik ben kwakenstrevel. Ik vind het zo leuk. Ik ben kaartenspeppel en ik ben hartstikke blij. We zijn even terug naar het huisje voor een dutje. We gaan lekker meedoen. Vanmiddag nep hebben we al zo'n dag erop zitten. Wij zijn wakker van het dutje. Iedereen, bijna iedereen, geslapen. Het is nu 5:00, 6:00 is voetbal. De mannen willen eventjes in het café hier camping voetbal kijken. En we gaan eerst eten bij de Laplace. Zo cute, kindjes. Buitenbad. Bij de snackbar. Eten gaat, lekker frietjes en zo. Dan gaan we op een dingetje opeten waar een scherm is waar voetbal geprojecteerd wordt. Moppie. We gaan even lekker frietjes eten en zo. En dan kijken, dan heb je hier voetbal. Kijk, dan hebben ze een bar eronder. Maar je kan hier gewoon stoeltjes ook neerzetten. Er staan overal hier stoelen die je kan pakken ook. Frietjes, mijn kaas soufflé, frikandel, frietjes. We delen gewoon alles, we hebben veel te veel friet. Oepsie. De favoriete plek van Mila, de arcade. Oh, wat was dit vorige keer ook een feestje. Het is helemaal niet zo druk ook. Yes. Die erin. Goed zo, Moppie. Het verlaten park. Waarom? Ik ga hem niet ineens weer random neerzetten. Nu in de prullenbak. Ja, dat kan. Net 1,5 uur erover gedaan om mijn kleine in bed te krijgen. Soms heb je van die avonden, dan lukt het maar niet. De mannen zitten buiten lekker te chillen en zo. Maar ik denk dat ik zelf ook, weet je wel, dan val ik zelf ook half in slaap. En dan denk ik, ja, moet ik dan nu weer buiten gaan chillen? Of ga ik lekker vroeg naar bed? Ik denk dat ik dat laatste ga doen. Dus wel rusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.